Je komt hier 's morgens als ik naar mijn werk toe ga, dan kom je hier langs en je ziet alweer verschillende schepen liggen. Nou, dan ben je in je hoofd al bezig met voorbereidingen van wat er allemaal moet gebeuren. Goedemorgen. Ja, we zijn hier op de werkvoorbereiding van project 4204. Richard, dat is mijn steun en toeverlaat. Die verzorgt mijn jobkaarten en die helpt ook mijn mensen met problemen als er technische problemen zijn. Morgen, Laros. Henk geeft leiding aan het productieteam dat verantwoordelijk is voor de afwerking van de superjachten van Amels. Meer dan 1200 mensen werken op de werf in Vlissingen aan deze superjachten die alleen de allerrijkste der aarde kunnen betalen. Om de afgesproken deadline te kunnen halen, is teamwork noodzakelijk. Ja, we zijn hier in Docklands 2. Hier binnen zie je liggen de Here Comes the Sun. Dat is een boot die 2 jaar geleden hier opgeleverd is en die hier nu terug is voor wat onderhoud. Je had hier ook blisters zitten dan? Je had hier ook blisters zitten? Ja, dat is helemaal dof, vol met krassen. Oké, dus die worden helemaal overnieuw gespoten? Nou ja, ik weet niet, misschien alleen de rand of heel de mast. Het werf is erg dof geworden, dus ze gaan dit stuk overnieuw spuiten. Dus daarom zijn de jongens nou dit allemaal aan het demonteren. Maar dat zijn allemaal haken waar de zonnetent aan vastkomt. Ja, die moeten er allemaal af en dan wordt het overnieuw gespoten. En dan wordt het na de rand weer opnieuw gemonteerd. We moeten een nieuwe antifoulinglaag aanbrengen. De ankers worden opgestuurd om opnieuw gegalvaniseerd te worden. De stabilizers zijn eraf gehaald voor onderhoud. Ze zijn met de schroeven bezig. We gaan de anodes vervangen. En dat moet allemaal in een korte tijd van 5 weken. Henk werkt al 43 jaar bij het bedrijf. Hij is begonnen bij de Koninklijke Schelde, een begrip in die tijd. Om 11 jaar ben ik ooit een keer op een doop geweest van de Caracas. Dat was een boot die lag in de helling hier in Vlissingen. En we gingen daar met de lagere schoon naartoe. En dat was toen een open dag. En dat was voor mij zo indrukwekkend dat ik toen al wist van nou, ik ga naar de Schelde. Ja, wat ik hier aan mooi vind is ja, de luxe afwerking, mooie interieurs. En niet dat ik dat dan doe, maar ja, je ziet het wel allemaal. Het is wel een hele mooie wereld. Kijk, dit is een voorbeeld van dingen die wij monteren. Dat is een reddingsboei. En die wordt dan, die kunststofdoppen die worden dan zeg maar hier op gemonteerd. Dan moeten we gaten boren en tappen. En dan met Tefgel, dat is tegen corrosie, wordt het dan gemonteerd. En dan komt de boei erop. Dan moet er apart nog een licht bij komen. Dus dat fundasje dat wordt dan door de jongens gemonteerd. Maar het is wel heel secuur werk, omdat natuurlijk alles gewoon netjes gespoten is. Ja, je hebt zo'n beschadiging gemaakt en dan moet alles weer overnieuw. Hier heb je verlichting, zeg maar. Ook dit monteren wij allemaal. Dus het wordt aangesloten door de elektricien en de jongens van mijn team die monteren dan al deze lampjes. De camera, ook dat soort dingen, dat soort details, dat is allemaal de afwerking die wij in de laatste fase moeten doen. Dat heeft allemaal tijd en aandacht nodig. Als sommige dingen verkeerd gemonteerd worden, de reactie van roestverstaal en aluminium en zeewater, ja, dat veroorzaakt heel veel schade. Dus het is heel belangrijk dat dingen echt vakkundig afgemonteerd worden. Hey, hier is klaar. Hey, netjes keurig. Ik heb nou een nieuw job. Je weet van achter in de technical space, hè, daar hebben wij de shore connection cable roller. Ja, voor die wal- en sluitkabels. Dit zijn de jobkaarten waar wij van werken. En die jobkaarten die worden allemaal in een database gestopt. En er wordt een planningdatum aan hangen. En ik volg de database, zeg maar. Dus deze week moeten we bijvoorbeeld dit uitvoeren. En onze medewerkers kunnen daarvan werken. Ja. Ik zou zeggen, succes. En als de vragen zijn, dan hoor ik het wel. Ja, is goed. Ik vind het een fijne baas, altijd alles goed geregeld en alles goed op orde. Henk die is altijd van, ik heb liever dat je er een dag over doet dan dat je het snel afraffelt. Beter goed dan snel dus. Maar er staat ook behoorlijk wat druk op. Want de deadline van oplevering is heilig. Op het laatst moeten wij een hele korte tijd toch zorgen dat we voor die deadline alles gedaan hebben. En dat is wel eens frustrerend. De klant wil natuurlijk graag met zijn boot pronken in de Middellandse Zee of in de Caribbean. En die man die wil laten zien wat hij heeft gekocht. In principe is alles mogelijk. Maar het is afhankelijk van tijd, geld, planning. Er spelen gewoon heel veel factoren. Maar alles is mogelijk.
Dus gecombineerd een geus noemen ze dat dan. Hier komt ook een vlag in te hangen. En dan de belpost met de naam van het schip erop. Vroeger werd natuurlijk de bel altijd bij mist bijvoorbeeld. Dan werden er zoveel slagen gegeven. En dat is echt ouderwets. Maar ja, dit is gewoon puur luxe om te show van een mooie bel. Dus die heeft eigenlijk geen functie meer in deze tijd. Tegenwoordig hebben we er hele grote horen op zitten die dat overgenomen heeft. Toen ik pas bij de Schelde zeg maar baas werd, in 1992 ben ik daar baas geworden. In het begin was dat, ja, dan keek je tegen alles op. Maar op een gegeven moment bouw je zo'n ervaring op. En dan doorzie je gewoon allerlei zaken. En dan weet je al wat er aankomt en wat er op je pad komt. Ook deze keer lukt het weer om de klus op tijd te klaren. Je bent weer blij dat het klaar is, want het geeft ook wel weer een stukje rust op een gegeven moment. Maar het is wel een stukje trots ook. Het is, we hebben met z'n allen toch weer iets moois gepresteerd. En een tevreden klant is natuurlijk altijd leuk om te zien. Maar die rust is altijd van korte duur. Op het moment liggen er 11 schepen. 9 hier en 2 op Vlissingen-Oost. Voor de werf op het moment heel erg druk. Op het moment ook erg moeilijk om aan mensen te komen. Dus iedereen heeft op het moment gewoon heel erg druk. En het is best zwaar. Als ik met de auto ga, dan is dat heel anders thuiskomen dan dat ik op de fiets ga. Het is gewoon een lekker even langs jaagpad, over Koopmansvoetpad, lekker door de natuur. En als ik dan thuis kom, dan ben ik alles kwijt. Dat is gewoon heerlijk.